ga dadelijk praten met Pia de Jong. Ze is romanschrijfster. Ze heeft net een nieuw boek uit. Dieptevrees heet het. En met Eveline Kroonen. Het is weer een tweegesprek voor de KNAB. Eveline Kroonen is psychologe. Heeft het puberende brein geschreven. En wat gaan we doen? We gaan praten over pubers. Want daar heeft Pia de Jong in romans heel mooi over geschreven. Eveline Kroonen onderzoekt het. En de vraag is, hoe komt het dat we eigenlijk zo weinig van pubers weten? Wat herinneren jullie je van jullie eigen puberteit? Wat is het eerste wat er als herinnering naar boven komt als je aan je puberteit denkt? Nee, zo wil ik het niet. Het niet willen zoals andere ouders en je eigen ouders het deden, dat wilde ik allemaal niet. En geen enkele tools hebben om het op je eigen manier wel vorm te geven. Dat is wat ik me herinner. Mm-hmm. Het risico's willen nemen. Dat herinner ik me natuurlijk ook als een manier om daaraan te willen ontsnappen. Mm-hmm. Lekker wegrijden op je brommer met een gek vriendje. En jouw puberteit, wat is de eerste herinnering die boven komt? Ja, dit is een hele moeilijke vraag. Want weet je, ik krijg deze vraag zo ontzettend vaak. Is het zo? Ja, eigenlijk altijd. Altijd de eerste vraag. Ja, dat het me niet meer zo goed lukt om echt dat onbevangen te beantwoorden. Ja. Maar wat ik wel interessant vind als ik terugdenk aan mijn eigen adolescentie of puberteit, dat ik toen niet zo goed kon begrijpen dat ik bijvoorbeeld als ik heel, ik was een beetje brutaal in de klas, dat vervelend was voor mijn leerkracht. Ik kon dat gewoon niet begrijpen. Dat kon ik gewoon niet begrijpen. Terwijl nu begrijp ik niet dat ik dat toen niet begreep. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus is er veranderd iets waar je zo moeilijk je vinger op kan leggen, dat ik nu nog wel eens denk, ik wil gewoon die docent nog even bellen of zo, om te zeggen dat ik eigenlijk best wel een aardig persoon ben. Dus dat vind ik wel intrigerend. Dat ik terugdenkend weet dat ik bepaalde dingen niet begreep. Eveline, het is eigenlijk een tamelijk onbegrepen of ook nog niet eens goed bestudeerde periode, hè? Dat moet Ja, klopt. Ja, en de reden daarvoor is, dit is wel veel beschreven vanuit een beetje die psychoanalytische achtergrond. Maar goed, daar zetten we nu toch wel veel vraagtekens bij in hoe die levensfase toen werd beschreven. Maar vanuit echte gedragsmatige onderzoek is het heel vaak overgeslagen door wetenschappers. De data are too messy, ik kan er geen wijs uit. En dat is juist het kenmerkende van die adolescentie, dat op het ene moment kan je heel goed met iemand praten en op het andere moment niet. Het switcht steeds. Dus daardoor is het als wetenschapper heel moeilijk om regelmatigheden te ontdekken. Ja, dat is wat we proberen te doen in de wetenschap. Regelmatigheden te ontdekken in het gedrag. En ja, wat ik dan zo leuk vind aan jouw vak, is dat ik ben heel de tijd bezig om te begrijpen wat de regelmatigheden zijn, wat steeds hetzelfde is bij bepaalde pubers, wat er van de groep kenmerkend is. En als je dan schrijver bent, gaat het niet meer om die groep. Je kan in één iemand kruipen en je kan het zo gek maken als je wil. Ja. En ja, dat lijkt me dus fantastisch, want voor mij geldt dat nooit. Ik doe uitspraken die eigenlijk voor al die jongeren van die leeftijdsfase ongeveer gelden. Wat vind jij het meest onbevattelijke van die periode, als je daarover moet schrijven? Het meest onbevattelijke is, denk ik, de onvoorspelbaarheid. De onvoorspelbaarheid van deze mensen. Dat je denkt van, nou snap ik haar of hem wel. En dan gaat het opeens weer een andere kant op. Het is gewoon ongrijpbaar. Bijvoorbeeld die jongen waar ik net over. En voor hunzelf ook. En voor hunzelf helemaal. En dan denk ik van, hoe gaat het nou met je? En dan zegt hij van, ja, ik ben helemaal in de. En dan denk ik van, nou. En dan even later is het gewoon weer helemaal prima. En dan denk ik van, oké, dan ben je weer blij. Het is volkomen, het gaat alle kanten op. En ze leren ook weer dingen en dan zijn ze weer blij met hun studie. En pak het maar eens vast. Ga er maar eens wat mee doen. Ze zien zoveel. Wij zien details niet meer. Wij zien zoveel over het hoofd. En zij zien de kleinste dingen. En daar leer ik zelf ook heel veel van. Zoveel dingen nemen wij voor granted. En daardoor, dat vind ik ook iets leuks, hebben ze soms een enorm gevoel voor humor. Mm-hmm. Dat komt door dat out of the box naar dingen kijken. Dus ik denk dat het me blijft intrigeren. En ik weet wat ik ook vind. Ik vind eigenlijk dat die kindertijd heel interessant. En ik zie vaak bij oudere mensen dat ze zichzelf maar een beetje herkauwen. Uh-huh. Klinkt wel oneerbiedig, maar ik vind volwassenen veel oninteressanter. De kern van hun ervaring is, het is in een bal zit dat in die kindertijd.
Een 15-jarige maken we ervan. Die komt thuis, die is heel, want ik kom erop door wat jij zegt. Die op een bepaalde manier nog heel kinderlijk of heel kinderachtig of verzamelt ook draadjes. En maar kan dan bijvoorbeeld ook in een halve middag een compleet nieuw computersysteem in je huis aanleggen. Dat alles het ook doet. Kan een compleet IKEA-pakket dat thuis gebracht wordt, waar de hele buurt zich al over ontfermd heeft, niemand kan het, in 5 minuten in elkaar zetten. Ja. Dat is toch wonderbaarlijk hoe dat dan hier zich... Wat gebeurt hier dan? Ja, ik heb er wel ideeën over, maar we zijn het nu ook aan het meten. Hè. Dus, zoals ik net al zei, als ik het echt heb gemeten... Maar dat is ik nog niet onderzocht. Nou, gedeeltelijk wel. We doen er zelf ook veel werk naar. Kijk, in termen van hersenontwikkeling weten we vrij goed dat er bepaalde hersengebieden zijn die zijn belangrijk voor controle over je gedrag. En die hersengebieden die zijn nog aan het rijpen. Nou, is er in de adolescentie tijdelijk een, ja, wordt een beetje technisch, overproductie van grijze stof in die gebieden. En die overproductie die zorgt er eigenlijk voor dat er te veel is, meer dan je kunt gebruiken. En die tijdelijke overproductie, dus als een soort boom die te veel blaadjes heeft, en dan moet je snoeien om hem vervolgens echt mooi te krijgen. En die tijd van even te veel blaadjes, van overproductie, daarvan denken we nu dat het eigenlijk heel belangrijk is voor een soort van out-of-the-box denken. Dat je eigenlijk meer mogelijkheden hebt om verbanden te leggen, die misschien soms ook helemaal niet relevant zijn voor wat je doet in het dagelijks leven. Dus wat dat betreft is het nog steeds heel goed om als volwassene rationeel denkend persoon te zijn. Dus je hebt er niet altijd wat van aan die soort van overcapaciteit. Maar in termen van creativiteit zien we toch, en dat kunnen we nu ook meten, dat ook die hersengebieden even bij de jongeren wat overactief zijn. Dat ze op creativiteitstaken eerder verbanden leggen, inzichten zien. Eerder dan kinderen en eerder dan volwassenen. Het is uniek voor die periode. Ja, ik vind dat heel mooi, omdat altijd de adolescentie zo wordt weggezet als een probleemtijd. En in bepaalde gebieden is dat natuurlijk ook wel zo, maar het is ook een tijd van unieke mogelijkheden. Dus misschien heeft dat ook wat te maken met wat jij zei, dat ze zo'n goede observator zijn. Of ja, wat out of the box. Als wij heel de tijd zouden observeren, alles om ons heen, kun je gewoon je werk niet goed doen. Dus wij kunnen heel goed gestructureerd denken en focussen. Maar ja, die adolescenten gaan nog een beetje alle kanten op. En dat kan ook voordelen hebben. Het is niet alleen maar ellende. Het is ook wel heel mooi eigenlijk. En we vragen ze ook dingen als, wat kun je allemaal doen met een baksteen? En nou, als je dat aan iemand vraagt en je zegt, je moet in 4 minuten zoveel mogelijk dingen zeggen. Dan zeg je, je kunt hier huis mee testen? Wat kun je allemaal doen met een baksteen? Huis bouwen. Ik hoor nu 4 keer meegooien. Zeg jij eens wat? Een baksteen, ja, ik denk inderdaad meteen aan karaten en door midden hakken. Ja, ik weet niet waarom, maar dat hoorde ik net ook al. Dat is het eerste wat in mij opkomt. Ja. En een boekenkast maken. Ah, een boekenkast maken. Dat was het eerste waar... Nou, weet je waarom ik daaraan dacht? Omdat ik heb nou namelijk een boekenkast nodig. Ik ben steeds aan het zoeken naar een boekenkast. En ik dacht vandaag opeens van, toen ik dus 14 was, pakte ik gewoon bakstenen en een plankje uit de schuur. En ik had een boekenkast. Nou, en ik dacht, waarom doe ik dat nou niet weer? Ik zo... Ontzettend grappig. De antwoorden zitten wel allemaal een beetje in iets bouwen. Ja, en gooien. Ja, iets kapot maken. Maar wat je ziet is dat adolescenten, die komen eigenlijk na 4 minuten met veel meer oplossingen. Je kunt er iets mee laten zinken. Je kunt, Dus ze komen met allerlei soort van originele oplossingen, als je ze maar laat denken. Waar je eigenlijk als volwassene dan niet meer zo snel opkomt. Zijn er eigenschappen die je herinnert uit de puberteit die je had, waarvan je het jammer vindt dat je ze niet meer hebt? Of dingen waarvan je dacht, nee, dat wat ik nu doe, dat is typisch wat ik toen heb geleerd bijvoorbeeld. En dat heb ik behouden. Ja. Nou, wat ik wel leuk vond aan die tijd, is dat ik het gevoel had van, alles ligt nog open. En dat is natuurlijk, dat je zwalkt dan ook, hè? Je kan alle kanten op gaan. En dat vond ik eigenlijk wel een soort high. Dat was wel een soort high.
Van, ja, wat ik me ook kan herinneren, dat ik dacht dat ik ook best wel zangeres kon worden. Nou ja, nu weet ik wel beter. Maar, ja, maar toen dacht ik, had ik nog wel eens die dromen. Dat ik dacht, van, misschien word, ik kan helemaal niet zingen. Maar dat dacht ik toen gewoon niet aan. Van, ja, dus gewoon de mogelijkheden. Overmoed, een soort overmoed. Maar dat komt het door wat wordt er dan te veel geproduceerd in mijn hoofd? Ja, nee, dat weet ik niet. Maar ik denk, waarschijnlijk, ja. In de bredere zin kun je het wel zien in de termen van ja, dat je meer mogelijkheden ziet en nog niet zo constrained nadenkt. Dus je hebt ook andere scenario's. Als wij denken van kun je profvoetballer worden, is het eerste waar je als volwassene aan denkt van kan ik het halen met de trainingen, kan ik het waarmaken? Of, ja, en ik denk dat de adolescent als eerste denkt van in het stadion zal iedereen voor me juichen en zal ik misschien heel veel vriendinnetjes krijgen. Of het zijn andere scenario's dan wij als volwassenen zien. Wat ik mooi vind aan wat jij dus doet, is dat het een enorm respect voor die puberteit eigenlijk teweeg heeft gebracht. Dat je meer begrip krijgt. Veel meer begrip en respect en waardering. En wat je ook ziet met je boek. Ik heb zelf van die pubers. En ik zie die ouders ook, die willen allemaal dat boek lezen, omdat ze hun kind willen begrijpen. Ja. En ik weet niet, zo'n voorbeeld wat jij dan ook zegt, van ja, dan wil je met zo'n jongen, ik heb zo'n zoon van 14, en dan ga je daarmee praten. Dan gaat hij de hele tijd met die bal, weet je wel. Ja. En dat is zo irritant. Ja. Ik kan er helemaal niet tegen van het visuele geflikker bij mijn hoofd. Ja. Maar jij zegt dan ergens van ja, hij kan niet anders, hij moet bewegen. En dat vind ik zo mooi, omdat ik denk van oké, ik ga maar zo. En hij mag dan dat bewegen, want ik kan het niet laten. Ja. Aan het begin van dit gesprek, toen hadden we het er even over dat het dat het een periode is waar eigenlijk zo weinig over bekend is. Mm-hmm. En dat het ook heel lang is het niet echt goed onderzocht. Waarom is dat? Aantal redenen. Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waar hersenonderzoek echt een meerwaarde heeft gehad voor hoe we denken in de psychologie. Heel vaak kun je een beetje afvragen van is het echt een meerwaarde, maar hier is dat volgens mij wel echt zo. Omdat het toch de hele tijd is gedacht dat op de leeftijd van 12, dat het systeem soort van was uitontwikkeld. En dat al het gedrag wat dan niet consistent was met wat volwassenen doen, dat was dan een soort gewoon vervelend opstandig gedrag wat je makkelijk moet kunnen corrigeren. En door onderzoek te doen naar hersenontwikkeling zijn we er wel echt achter gekomen dat die veranderingen nog veel langer doorgaan. Dat de balans tussen de werking van verschillende hersengebieden zo gevoelig is en verandert en ook gevoelig is voor puberteit. Ik denk het is gewoon verkeerd begrepen, lange tijd. De data zijn ook gewoon moeilijk, want de jongeren doen steeds wat anders. En dat vinden wetenschappers niet leuk. Die willen graag kunnen voorspellen. Maar de uitdaging is natuurlijk om modellen te maken die dat veranderende gedrag voorspellen. En daar komen we nu steeds dichterbij in de buurt. Is het een beetje technisch? Ja, nou, je bedoelt, ze zijn te wispelturig. Ze zijn wispelturig, ja. Als je met een 15-jarige zeg, aan de keukentafel goed gesprek wilt hebben, kan dat eigenlijk heel goed. Maar wat diegene vervolgens doet als hij s'avonds uitgaat met zijn vrienden, is misschien iets heel anders. Dus die jongeren wisselen heel erg in hoe ze verschillende situaties inschatten.